Capcom. Nog iets. 1992-1993. Capcom presents... In the year 2000 XXAD. We see Protoman. Protoman. Je weet wel, dat broertje van Mega Man. En het blaast de boel op. A vicious army of robots being destroyed in the world. Oh nee! Hoi. And behind this destruction is... Nee, dat kan niet. Dat mag niet zomaar. Dat kan je niet menen. Protoman? Dan, dan, dan. Plot twist. Goedemiddag. Daar ben ik weer. Zeldenbleed vind ik terug met de nieuwe start van een mini-play. Zoals jullie weten heeft het een hele lange pauze gedaan, maar we beginnen eventjes eerst even met de introductie van Mega Man 5 in de stage. Ken ik genoeg praten over wat er allemaal niet gebeurd is. We hebben dus nu 8 nieuwe robotmasters genaamd Stone Man, Gravity Man, Crystal Man, Palm Man, Gyro Man, Star Man, Wave Man en Charge Man. Ik begin gewoon met Gravity Man, omdat ik vind hem persoonlijk vind ik hem heel erg makkelijk en vandaag. Deze let's play die zal niet zo lang duren, dat kan ik jullie al vertellen, het is een mini let's play. Maar sowieso wil ik jullie alvast bedanken voor het volgende. Zoals jullie weten, de livestream die is geweest, zeg maar, de 24 uur livestream, hele druk periode gehad natuurlijk. Het is een beetje ook eventjes stil geweest voor de voorbereidingen daarvoor. Minecraft staat ook eventjes een tijdje op pauze gestaan en ik wil jullie sowieso bedanken dat ik niet 300 mailtjes heb gekregen van... Wanneer komt er weer een volgende aflevering? Dus heel erg bedankt daarvoor. Voor het lezen natuurlijk van alle updates. En alle... ik wil die leven hebben. Alles is hier ondersteboven. Ik ben hier totaal ondersteboven van. Weet je waar? Ik pak hem gewoon en bekijk je het eventjes. Bekijk je het maar eens eventjes, meneer robot ding wat jij ook bent. Oké, kijk. Slide over het plafond. Ik moet zeggen, ik vind die Gravity vind ik heel erg mooier in Mega Man 5. Alleen, ik moet heel eerlijk zeggen, Mega Man 5 is niet een van mijn favoriete Mega Man games. Jammer genoeg, sadly but true. Maar goed, zoals jullie weten, Mega Man 6 is aangekondigd, zeg maar. Die staat nou ook op de e-shop, dus... Dus Mega Man 6 is nou dus, zeg maar, ook te downloaden. En ik wil jou gewoon niet zien waarom dat kan. Voor de mensen die het vragen, nee, dit is geen perfect run. Dit is geen no-dead run. Dit is gewoon lekker een run, waardoor dat we lekker door Mega Man heen lopen. Gewoon Mega Man 5, een beetje weer de klassieke gevoel van... Ja, zoals je net zag van 1992, 1993. Zoals wij het vroeger speelden. En ja, ik vind dat eigenlijk best wel leuk. Nou moet ik wel zeggen, ken ik dat? Nee, dat haal ik niet. Haal ik het zo? Nee, oké. Ik pak het wel niet hoor. Ik ga er wel niet naartoe. Ik loop wel gewoon door deze stage heen. En dan zien we wel hoe dat het belletje verder gaat rollen. Oh, je hebt hem nog groot. Ik sluit gewoon onder jou door. Yeah, gewoon. Hoe vind je die? Wat wil je er tegen doen? Dus ja, Mega Man 5. Voice crack. Mega Man 5, die heeft zeg maar één nieuw ding. Sowieso heb je dus 8 nieuwe robotmasters. Maar zoals je daar dus ziet, je ziet daar dus zeg maar een M. Waarschijnlijk van het woord awesome, weet ik veel. En je moet dus in elke stage moet je een letter verzamelen. En als je de letters dus verzamelt, dan krijg je dus zeg maar een speciaal item. Wat in Mega Man 4 nog niet ertussen zat. Dus zeker leuk om dat te weten, denk ik, hoop ik. Zal wel. Kan ik hem niet schieten, dank je. Zal fijn zijn. Dus... de let's play die hierna weer gaat komen, kan ik jullie alvast vertellen. Dat wordt wel weer een grote let's play, dus no worries. Ik denk dat dit gewoon echt een week only wordt. Dus ik hoop dat ik het kan doen in 4 parts. Want zoals ik al zei, het spel is niet... Nee, ik wil niet... De laatste seconde word ik weer geraakt. Hè? Dat is precies zoals dat ik weer gelukkig heb. Oké, mis dit. Ik vind dit zo'n leuke setting. Je had er veel meer mee kunnen doen. Dat is echt veel... Je had er echt veel en veel meer mee kunnen doen. Gewoon mijn mening. Dus nee, er is echt heel erg veel om over te praten. Maar ja, ik gooi alles door elkaar heen. Dus wat jullie gewend van mij zijn. Dus hallo. Nou oké, dus Gravity Man. Het enige wat hij doet is dus, zeg maar zijn gravity swappen. En dan af en toe een keertje schieten. En als je dat goed kan timen. Kun je dus dan heel erg makkelijk hem raken. En zijn kogels die zijn ook heel erg makkelijk te ontwijken. Dus niet echt een moeilijke baas. Er zijn moeilijkere in deze stage. Dus zeker eentje om makkelijk mee te beginnen. Dus serieus, die had gewoon... Hij heeft me een keer geraakt. Wees blij. Kiekeboe. Kiekeboe. Nou, dat was alles. Er is hier geen glitch helaas. Dat je dus perfect in het midden moet gaan staan. Dat je dan automatisch in één keer gelijk naar boven springt. Wat eigenlijk best wel sad. True is dus... Maar goed, we hebben onze eerste robot meester verslagen in nog geen 5 minuten tijd. Met intro en alles erbij. Vandaar dat ik al zeg, dit is een mini-play. Een let's mini-play.
een mini-mini-play. En yes sir, Mini, Luigi. Nee, Luigi is klaar. Ik vind het wel jammer. Ik vond Luigi Galaxy ook best wel heel leuk om te doen. En ik vind het jammer dat ik zo lang niet heb op kunnen nemen. Maar ja, de 24 uur zo'n livestream. Iedereen heel erg bedankt voor de support. We hebben ons doel behaald. We hebben de 200 euro gehaald voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Dus heel erg daar bedankt voor. Hier wil ik eventjes een opmerking voor maken. Dit vind ik nogal irritant gemaakt. Je hebt hier stage select en continue. Mocht je dus de letter niet hebben, is het handig om continue te selecteren. Maar op het moment dat je continue selecteert, ga je dus weer terug naar het begin van de stage. En zou je dus heel de stage opnieuw moeten doen. Dus ja, ik snap niet waarom dat ze dat gedaan hebben. Want je kunt niet de stage uit op het moment dat je stage hebt gedaan. Goed, dan hebben we Gravity Man hebben we dus gehaald. Nou, Gravity Man, dat is sterk tegen Gyro Man. Maar ja, Judge Man, die is nogal best lastig om te krijgen met zijn wapen waar dat hij zwak voor is. Dus ik ga gewoon Chargeman doen, gewoon met de Mega Buster. Ik hoop dat ik daar niet in ga falen. Jullie hopen natuurlijk wel, ik hoop het van niet. Maar we gaan het gewoon doen. Ik ga weer gewoon de standaard Mega Man dinges met Jing proberen om 4 robotbazen zeg maar te doen per aflevering. Waardoor dat ik dus zeg maar op vooruit loop. Er is trouwens wel nog één ding nieuw in Mega Man 4. Helemaal vergeten. Tellen! En kijk, leven. You got a life! YOLO bestaat niet in Mega Man! Oké. Okay. Moest eventjes gezegd worden. Dus ik moet zeggen, ik ben niet zo'n fan van de muziek. Ik bedoel, toet! Mega Man die heeft dus best wel heel erg gave muziek elke keer gehad. En elke keer als je dan zeg maar, de muziek die houdt je elke keer hyped. En ik moet zeggen, het ziet er wel leuk uit dat je de achtergrondtrack zo ziet bewegen. Dat je echt op een bewegende trein zit. Ik bedoel, ja, je hoort mij praten. Vergeet niet, dit is 8-bit kwaliteit. Toet! En, Toet. Hey, dankjewel voor je leven, Toet. Ik vind het zo leuk, en Toet. Oh, nog één. Ah, dat is. Paas erop, hè. Toet. Oké. Ik weet niet waarom dat ik dat leuk vind. Ik vind die Toet vind ik gewoon leuk. Kan ik niks aan doen. Toet. En jij doet me een beetje denken aan er was een vijand in Mega Man 4 of 3. Die had dat ook, zeg maar. Robotmuizen. En ik heb jullie eigenlijk nog niet ons nieuwe speciale wapen laten zien. We hebben Gravity Hold gekregen van de vorige baas. Als je die dus gebruikt, het haalt beestjes. Het gooit de zwaartekracht zeg maar ondersteboven. En daardoor gaan alle vijanden zeg maar met weinig health. Die gaan dan zeg maar de lucht in. Dus zo'n kip duurt natuurlijk veel moeilijker. En ja, dat komt het eigenlijk een beetje neer. Goed, dus. Nou, Judgeman die heeft dus iets te maken met treinen blijkbaar. Ik weet niet waarom het is, maar. Nee, maar we hebben ons goal dus in ieder geval gehaald. En ik hoop dit weekend ook weer Minecraft te gaan doen. Dus ik zal sowieso eventjes met het team even weer contact opnemen. Van hebben we er allemaal weer zin in een beetje om het weer te gaan doen. Onze Minecraft special. En ik moet natuurlijk ook nog een beetje offscreen gaan proberen te zorgen om genoeg diamonds te krijgen. Dus dat zeker. Nou, ondertussen hebben we hier ook een Roche Coil. Roche Coil die werkt hier heel erg anders. In plaats van dat je hem dus zeg maar een boost krijgt, krijg je dus op dit moment spring je dus op hem en springt Rush omhoog waardoor dat je een extra boost krijgt. En we hebben dus de A te pakken gekregen en was het een A? Ja, het was een A. Dus we zijn nog steeds awesome aan het spelen. Gewoon awesome. En waarom dat daar zoveel spikes staan? Geen idee! Dus laten we het gewoon negeren en gewoon toet gaan doen. En dan staan we weer toet hierboven. Toet. Oh, dodging skills voor de win. En natuurlijk weer die slowdown van oude NES. Ik vind het echt, lachen. Al moet ik wel zeggen, vergeet niet, dit wordt inderdaad opgenomen weer op de Wii U. Dus ik heb al mijn games die ik toen gedownload had, zeg maar, voor van NES en 8-bit en al die gebeuren. Die heb ik toen ook gezet op mijn Wii U, waardoor dat we dit dus allemaal zeg maar, op de Wii U kunnen spelen. Wat leuk. Oké, nou, jij bent nogal, dat ben je. We zitten alweer bij de volgende baas. Deze baas, die kan nogal een pain in de train zijn. Een pain in de train, dat valt ergens op. Wat deze gaat doen is, die dasht gewoon op je af. En die tuut. En op het moment dat die tuut, kun je hem niet raken. Dat is eigenlijk alles wat hij doet. En als hij op je afkomt dashen, dan kan dat best wel pijn doen. Dus op zich is het niet zo'n moeilijke baas. Hij is best makkelijk te dodgen. Maar soms is het dus best moeilijk te zien wanneer dat hij die dash aanval gaat doen. Ik bedoel, zijn tuut is best makkelijk te ontwijken. Ik bedoel, het zijn gewoon drie balletjes die vanuit de... Ailo!
vanaf de lucht komen, zeg maar. En ik sta ervan te kijken dat ik niet geraakt ben door de beest. Want normaal gesproken heb ik heel erg veel moeite met de beest. Let's Play vloek staat niet op actief vandaag. Wat ben jij dan? Dat mag wel vaker voor mij gebeuren tot er geen Let's Play vloek komt. Dus, ja. Dan moet ik wel zeggen, Mega Man, op het moment dat 5 uitkwam, 1, 2, 3 en 4 waren echt een hele grote hype. 5 en 6 waren dat niet, omdat ja, de Super Nintendo die was sowieso al uit, geloof ik, even uit mijn hoofd. Mij wel. Zeg ik nou puur uit mijn hoofd, hè? Ik heb geen notitieblokje van wanneer dat alle release dates en alles gaan kwamen. We hebben Charge Cake, yay. Steeds lekker, want we hebben dan het lettertje. Dus, waar ga ik nou naartoe? Ik kan naar Gyro Man, maar ik kan ook naar Star Man. En ik kan ook naar Stone Man. En ik kan ook naar Wave Man. Ik weet het niet. Ik weet dat Wave Man die is zwak voor de Charge Man. En Star Man is zwak voor... Ik weet het niet meer. Kijk nou aan hoe lang dat er geleden is. Weet je waar? We gaan gewoon naar de Wave Man. We doen gewoon de Wave. Ik wil. Je doet de Wave! Dus, verder ben ik ook eigenlijk van plan om het editen mij iets makkelijker te maken. Omdat het volgende project dus toch wel weer zijn editwerk meegeeft. Weten jullie nog die outro met... de outro met... Auw! Die outro! Met zeg maar dat er dan een muziekje komt en een ventertje met Next en alles. En vorige... Ik weet niet. Wordt die veel gebruikt? Want als dat zeg maar... te skippen is, dus dat jullie zoiets hebben van nou eigenlijk is dat niet nodig, want ja de afspeellijst is heel erg makkelijk te vinden en eigenlijk is dat zoveel extra editwerk is nergens eigenlijk voor nodig, dan wil ik jullie vragen of jullie het erg zouden vinden als ik die eruit laat. Dat scheelt voor mij hier een heleboel editwerk en dat zou ik zelf eigenlijk best wel op prijs stellen ook, dus als dat niet zo belangrijk is. Sowieso bij Mega Man is het niet, omdat het maar waarschijnlijk een V-parter wordt. Tenminste, daar ga ik wel van uit. En Slowdown is geweldig! Al moet ik wel zeggen dat dit eigenlijk alleen maar een obstacle course is. Ik bedoel... Ja... Ik bedoel, ik heb nog een vijand gezien die kapot kan slaan. Dat vind ik mee. Nou ja, slaan niet. Schiet wel. Hoi, 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 hoi. Ik sta op bubbels. Holadie. Ik sta op bubbels. En ik spring mee naar de grote bubbels. Bubbles! De terugkeer van Bubbelman. Ik wil. En... Nou geloof ik dat ik hier goed sta. Klein bubbeltje. Klein bubbeltje. Klein bubbeltje. Poink. Op zich niet zo'n moeilijke platforming skill. Dingen staan waar je daar moet doen. Alleen... Ga weg! Vlieg! Vlieg op! Ik moet wel zeggen, wat er nou aankomt, dat vind ik op zich wel heel erg grappig. Maar als je dus zeg maar de Super Arrow zou hebben, wat een item is wat je later kan komen, dan zit hier een of andere glitch in die je zou kunnen gebruiken. Maar ja, de glitch die... er zitten heel veel glitches in Mega Man 5, omdat... Ja, het is oude NES, zoals je dat weet. Ik pak iets op. Maar wat ik dus zeg maar... Wat? Ik weet niet eens meer wat ik wou zeggen. Oh ja, ik weet het. Ik vind het wel lachig gemaakt, zeg maar. Echt die 3D laagjes water en dat je dan echt zeg maar een oude voertuig hebt waar je dan op zit. Ik ken niet chargen, dat vind ik wel jammer. Ik spring gewoon achter jou en ik schiet je gewoon in. Dus je wil niet te ver naar achteren staan, want sta je te ver naar achteren, dan kun je dus zeg maar een oplawaai krijgen van die maloten. Robotop, fijn hè. Leuk. Ah, oké, nou hebben we dat in ieder geval ook weer gehad. Nee, ik weet niet, heel veel mensen die zeggen van, jee, het is zomer en noem op. En ik snap dat de zomer leuk is in verband met zomervakantie. Maar nou gaan jullie een schokkend feitje van mij krijgen. Heel veel vragen mij of ik de zomer inderdaad de leukste tijd vind van het jaar. En ik haat zomer. En niet omdat ik gewoon zo'n grijsgrauwe iemand ben. Maar mijn lievelingsseizoenen zijn gewoon echt de winter en... Of niet de winter, gewoon mij nou, de winter absoluut niet. Dat is koud, man. Mijn lievelingsseizoenen staan eigenlijk gelijk aan de herfst en de lente. Waarom? In de lente en de herfst dan is het altijd zeg maar tussen de 10 en de 20 graden, wat een heerlijke aangename temperatuur is. En dankjewel voor die health power-up, die had ik eigenlijk echt wel nodig. En in de winter is het dus echt zeg maar koud, glad, bevroren, verwarming, weet ik het allemaal nog meer. Terwijl dat in de zomer is het weer snikkersnik heet, heel veel insecten, vliegen, muggen, weet ik het allemaal nog meer. En dan slaap ik... Ik had die 1 nodig. Ik heb te eten van. Goed, dat is fijn. Nee, maar dat is zeg maar een van de grootste issues gewoon. Dan is het zo plakkerig, dan is het zo warm, veel te warm eigenlijk voor alles. En in de zomer dan is het dus zeg maar echt een nadeel om ook zeg maar op te moeten nemen. Je hebt dan zeg maar overal vliegen om je heen. Het is hartstikke warm, net zoals de livestream nou we hebben. Echt, het was echt veel te warm voor een livestream, laten we eerlijk bezig zijn. Volgens mij ga ik mijn eerste death krijgen. Boom! Volgens mij gaan we hier bij mijn eerste death krijgen, daar ben ik niet echt blij mee. Al moet ik zeggen tot...
de Waveman niet een van de moeilijkste bazen is. Zijn patroon is eigenlijk best makkelijk. Hij springt naar je toe. Op het moment dat hij dat heeft gedaan door een harpoon te gaan schieten. Weet je wat, ik gebruik heel eventjes mijn charge kick, want die heb ik toch nog niet laten zien. Dan kun je er eigenlijk dus zeg maar veilig doorheen schieten. Dus dat is makkelijker van charge, man. Van charge kick bedoel ik dan. Want charge kick kun je dus eigenlijk gewoon zeg maar door hem heen sliden. Zonder dat je dus eigenlijk zeg maar schade van projectielen neemt. Dus eigenlijk is charge kick heel erg handig om te gebruiken tegen deze baas. Nee, maar daarom. Ik bedoel, zomer, ik vind het... Het is leuk dat het inderdaad mooi weer is. Onweerjagen, dat is dan het leukste seizoen eigenlijk op dat moment. Maar als ik echt alles bij elkaar op moet tellen... Nee, geen fan. Sorry daarvoor. Nou ja, ik heb wel een fan. Waaier. Iets. Yay. Maar goed, we hebben dus weer een nieuwe extra baas erbij. We hebben Waterwave. Yay. Ik weet niet, ik heb niet echt veel te vertellen over Mega Man. Ik bedoel, het is je standaard shoot-em-up en alles, dus waar gaan we nou naartoe? Starman? Waarom moet ik niet? Laten we maar naar Starman gaan, wat maakt mij het uit? Ik doe het echt totaal op een willekeurige volgorde. Ik bedoel, ik weet welke bazen makkelijk zijn, ik weet welke bazen minder makkelijk zijn. Welke bazen echt moeilijk zijn. Oh, en trouwens, bij deze... Gravity! Ja, hier kun je dus heel erg hoog springen omdat je hier dus in de ruimte bent. En... Yay! Leuk. Niet zeg maar dat ik hier naar beneden moet. Ik bedoel, 9 van de 10 keer bij dat soort spellen is het dus heel erg vaak van... Mag ik hier nou naar beneden? Of is het nou de bedoeling eigenlijk dat ik erop heen spring en tot beneden gewoon instant dead is? Dat is elke keer maar de vraag. En wil jij niet naar die dingen van mij schieten? Nou, Mag ik jou eventjes... Hallo. Dank je. Het nieuwe wapen wat we nou dus hebben, zeg maar, dat is de wave. En de wave die werkt als volgt, zeg maar, die schiet gewoon waterwaves over de grond heen. Kan op zich wel een hele handige... Wat? Sorry voor die faal. Dat was niet nodig geweest. Dan moet je gewoon rustig springen. En ik had een vlieg voor mijn neus en ik drukte te lang op de A-knop. Typisch mijn geluk weer. Nee, maar de wave op zich, ja, de waterwave, het kan wel een handig item zijn. Maar dit is echt net zoals Mega Man 3. Dat de items, zeg maar, die je krijgt van bazen, niet echt zo zijn uses hebben. Er zitten er wel een paar bij waarvan ik zeg dat ze leuk zijn. Maar je zult mij dus het meeste eigenlijk gewoon de Mega Buster zien gebruiken. En niet echt die andere dingen. Wat eigenlijk best wel snel is. Oké, nou, dan hebben we dus... We hebben al een M. Waarom 2 M's? M&M! Oké, nou, maakt niet. Dus, vlieg op! Damn! Ik probeer hier op te nemen. Ja, jullie hoopten dat ik weer een spike zou raken, hè? Ik ken jullie, jou van mijn gefaal. Oké, nou, ik schiet jou neer, en ik ga hier verder. Waar ben ik? Oh, daar. Wow! Oké, dat was niet slim. Weet je wat ik doe? Ik schiet gewoon jou neer en ik spring gewoon deze kant op en... Hey! Kijk, zo doe je dat. Sorry. Ik bedoel, ik weet niet. De enige reden waarom dat ik eigenlijk de Mega Man-serie een beetje nou aan het doen ben... Je ziet, ik heb nog niet eens eigenlijk een item voor hem. Ik weet dat hij gaat schieten. En ik wist dat ik geraakt zou worden. Ik had er nog niet eens een item voor. En ik bedoel, ik heb al 3 bazen... Nee! Ik heb al 3 bazen gedaan. Dan verwacht je toch op zijn minst eigenlijk best wel... Dat je... Donderop! Dat je dus zeg maar een item zou hebben wat eigenlijk best handig is. En tot nu toe heb ik eigenlijk... Oh, hi. Hi. Nou heb ik eigenlijk dus zeg maar 3 items die nog niet eens echt handig zijn. Ja, je kunt door vijanden heen sliden. Maar dan moet je wel kunnen sliden bij vijanden. Ik spring hier omhoog. Ik schiet jou neer. En ik loop gewoon door. Geen Capcom Foopju. Daar heb ik geen zin in, hè? Geen Capcom Foopju. Je weet wel, de middelvinger van Capcom waar ik in vorige parts al heel erg vaak over geklaagd heb. Dat je dus zeg maar gewoon echt de FU hebt van de Capcom series. Dat er dus vijanden zeg maar net uit de onderkant zeg maar komen om je gewoon te raken. En die daar neer zijn gezet voor een instant dead. Oh, die zijn zo vervelend. Net zoals dat beest hier. Dat beest is ook vervelend. Oké, nou Starman daarentegen. Je zou denken dat Starman zwak is voor Gravity Hold. Maar dat is hij dus absoluut niet. Maar Starman is op zich
niet zo'n moeilijke baas. Het enige wat hij doet is een schild om zich heen gooien, zoals... Auw. Zoals dat hij daar dus zeg maar nou net doet. En op het moment dat hij dat heeft gedaan, dan pakt hij gelijk de volgende. En hij schiet hem zeg maar heel traag op jou. En daardoor is het eigenlijk best makkelijk om hem te ontwijken. Dus als je zijn patroon een beetje doorhebt, dan is hij best makkelijk eigenlijk ja, te verslaan. Dus nou, Starman, doe eens even iets spectaculair. Zo, de dodging skills for the win. Oké, nou hier. Dus ik weet niet, ik vind de bazen die ze hier hebben... Oké, dat was om. Ik vind deze baas op zich eigenlijk best wel meevallen qua moeilijkheidsgraad. En natuurlijk krijg ik mijn tweede death nou door deze baas. Ja hoor. Nadat ik heb gezegd dat hij zo makkelijk is. Fijn. Concentratie is eigenlijk gewoon wat je nodig hebt bij dit soort bazen. Dat is eigenlijk alles. Zoals je ziet, ik pwn deze gast nu zonder gewoon geraakt te worden. Wauw. Zo moeilijk is hij dus niet. Dus ik zit gewoon te klungelen, omdat hier een of andere vlieg me de hele tijd zit te irriteren en voor mijn neus zit te vliegen. Niet prettig. Voilà, zonder geraakt te worden. Ik zei toch, hij is niet moeilijk, maar ik faal gewoon. Laten we het daar maar gewoon op houden. Dus. Nou, we hebben in ieder geval de helft van alle robotbazen verslagen. Jij. Op zich is zijn item decent, zijn wapen, maar ja, die laat ik in de volgende part zeker zien. Dus met dat denk ik dat ik nou ga zeggen van, laten we maar heel eventjes die item krijgen en ik heel eventjes een vlieg proberen dood te krijgen, want ik word echt helemaal... We hebben Star Crash en Super Arrow! Yay, Super Arrow is echt gaaf, daar kun je leuke dingen mee doen. Maar goed, dat zien we allemaal in de volgende aflevering. Ik ga naar Stage Select en ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering van Let's Play Mega Man 4. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk tijd voor hebt. Heb je leuk zo'n momentje, laat weten in de reacties. En dan hoop ik jullie allemaal te zien, dus tot dan! Doei!